Een afschrift. Ja. Nou, dit is de papieren van de hypotheek. Oké. Okay. En dit zijn de papieren van de lening, als het goed is. Aangifte inkomstenbelasting, heb je die ook? Moet ik wel even naar mijn vrouw kijken? Nee? En de belastingpapieren? Nancy, zitten die in dat ja, andere lijntje? Ja, ik zit hier al inderdaad eventjes te zoeken voor je. Nou, die belastingpapieren had ik ook een vast plekje gegeven, maar ik weet niet precies waar ik dat nou... Hoeveel bent u waard? Wel, zou nog een... weet het niet. Als u het puur financieel bekijkt, dus alles wat u heeft, min alle schulden, blijft er dan nog wat over? Nee. Dus staat u in de min? Ja, zoals iedereen. We hebben een koophuis, dan sta je aardig in de min, denk ik. Maar ja, en een klein beetje studieschuld, dan sta je ook in de min. God heeft mij gemaakt, hè? Ja. Dus daarom heb ik waarde. Dat geldt voor u. Dus als je het allemaal bij elkaar op zou tellen, de rekensom zou maken? Ik denk wel een 150.000 euro. 150.000 euro in de min? Ja. Omdat je een koophuis hebt natuurlijk. Ja. En dan? Studieschuldje. Je hebt me wel toevallig op een heuveltje af moment vraag je me dat eigenlijk. Want heuveltje af, wat bedoel je? Ja, nou ja, dat je financieel echt wel eventjes met je handen in je haar zit van waar gaan we nu naartoe? Alles is gewoon schreeuwend duur. In verhouding met de normale gulden, dus nu met de euro. Ja. Maar ja, je hebt gewoon veel minder te spenderen. Nou, dan heb je over bezittingen. Kijk, ja. dit is niet te betalen. Dus. Nee, dat begrijp ik. Maar ja, helaas, als je hem aan de straat zet, krijg je er waarschijnlijk niet veel voor terug. Nee, oké, maar. Nee, ik doe 60.000 euro, denk ik. Gok ik. Zoiets. Ja. Ik denk dat ik wel 10.000 euro in de min ben. Als ik alles op en af trek, dan... Ja, dat is wel serieus. Dat is zeker serieus. Wat zou je ervan vinden als ik nou zou zeggen, we gaan naar jouw huis en we gaan de hele financiële... Zou ik zeggen... Ik ben er niet eens uitgesproken. Ja, wil je tijdens de uitzending berekenen hoeveel jij waard bent? Ga dan naar sbs6.nl of naar de SBS6-app. Hoeveel ben ik waard? Ja, voor een heleboel misschien een heleboel en voor een ander helemaal niks. Nancy Visser heeft een niet alledaags beroep. Ze vertolkt het levenslied op feesten en partijen. Waar zij werkt, is het feest. Samen met Eddie vormt ze het vaste duo van de Jordaanboot. Een hoop gezelligheid dus. Maar kan je er de bakker mee betalen? En de slager? Vandaag berekenen we hoeveel volkszangeres Nancy waard is. Eddie en Nancy. Is dat even schrikken. Is dat je man? Nee, dat is mijn zwager. Je zwager? Daar zing ik mee. En dat is je lust in je leven? Ja, nou, niet mijn zwager, maar het zingen natuurlijk. Mag ik hopen? Ja. Oh, ja, het is gebouwd voor kleine mensen hier. Dat is wel de echte, hè? Dit is hem wel, toch? Ja. Hij lijkt er wel op, trouwens. Jawel. Hoi, Albert. Victor. Ik zie dat twee prachtige jongens aan de muur hangen. Ja, hoe vind je het? Zelf geschilderd? Ja. En wie zijn dit? Dat is Donnie, de linker. Dat is de oudste, die is 21. En Lorenzo, die is 16. En vertel eens, wat doen jullie om zoveel mogelijk geld in het laadje te krijgen? Jij zingt dus? Ja. Ja, en dan probeer je er ook een beetje reclame voor te maken. Dat soort dingen, weet je wel. Dus, hoe vaak treed je op? Gemiddeld 2 keer in de week. Ja. Vrijdag, zaterdags. Ja. Soms zondags. En wat verdien je dan per keer ongeveer? Zo gemiddeld 120 euro per avond ongeveer, denk ik. Ja. 150. Ja, daar komt Marianne Weber de wet niet vooruit, zeg maar. Dat denk ik niet. Nee. Dat denk ik niet. Wat doe jij, Albert? Ik ben loodgieter. Verdient het ook een beetje? Het loopt, ja, ik heb een goed salaris. Ik zit rond de 2100 euro in de maand. En dat is bruto? Nee, dat is gewoon... Dat is een net salaris. Dat is een net salaris, ja. Maar dat heb je ook echt nodig. Die 2200 euro is gewoon op aan vaste last. Ja. Zo moet je het zien. Ja. Dus we hebben dat werk wat mijn vrouw doet, hebben we gewoon nodig erbij. Ja, dat zijn de extraatjes, zeg maar. Ja, dat zijn eigenlijk de extraatjes. Ja, vroeger was het beleg op je broodje, ja, hè? Ja. Want het hoeft eigenlijk niet. Maar de laatste 2 jaar is het echt gewoon... Heb je het gewoon nodig bij je vaste lasten en je boodschappen. Dat legt een enorme druk op Nancy. Wat jarenlang liefhebberij was, is nu pure noodzaak geworden. Ze moet zingen om de maandelijkse boodschappen te betalen. En dan moeten er geen onverwachte rekeningen komen. De ene keer was het weer 50 euro, dan weer 75 euro, dan weer 100 euro, dan weer 50 euro. Het wordt je een beetje te veel. Opeens. Waar schiet je nou opeens zo vol van? Van alles zorgen bij elkaar. Ja, dat inderdaad de rekeningen boven je hoofd uitgroeien. Ja. Nancy heeft het zwaar met de volledige financiële verantwoordelijkheid voor het gezin. De zorgen zijn groot. En ze deelt ze met niemand.
ja, niemand merkt dat, weet je. Misschien mijn moeder of mijn vriendin. Of als ik weer een klapper krijg financieel, dan hang ik weer even de telefoon. En, maar dan, ja, voor de rest deel je dat ook niet. En dat is het grote probleem. Doordat Nancy haar mannen er niet bij betrekt, hopen de problemen zich alleen maar op. Tijd om openheid van zaken te geven. Wat zijn verder jullie vaste maandelijkse lasten? Laten we eens beginnen met het huis. Nou, in ieder geval de hypotheek, hè? 876. Ja, 870. Maar, ja, en dan krijg je dan €200 van terug, weet je wel. Voor hoeveel hebben jullie het gekocht? Ja, dat was... 147.500. Ja? Oké. Okay. Oh. Ja, dus is dat nu ook de hypotheek? Nee, de hypotheek is nee, hoog. Nee, is 191. Oké. Okay. Nou, we hebben toen een bouwdepootje erbij genomen. Bouwdepootje erbij genomen van €20.000. Om ook de spullen allemaal te verbouwen. Ja. Dat moesten we ook wel binnen 2 jaar realiseren. Maar dan komen we nog steeds niet op 190. Nee, maar dat is dus, we hadden dus een man die een hypotheek ging regelen. En dat konden ze dus omzetten. We hadden een lening erbij lopen. Ja. En toen heb je de helft van de lening in de hypotheek gedaan. Wat betaal je dan per maand aan die lening? €400. Oké. Okay. Ja. En lukt het jullie nog wel om die lasten te betalen elke maand? Dat gaat nog steeds elke keer net dan. Ja. Als de boot blijft varen, inderdaad. Dan moet niet zinken. Nee. Wat geven jullie uit zo gemiddeld in de week aan boodschappen? Aan boodschappen? Nou, ik denk zo rond de €80 ongeveer. Ja. En vooral ook vlees. Dat is het duurste natuurlijk. Gek op vlees? Ja, ja. Alle vier eigenlijk, hoor. Maar hoe ziet die koelkast er dan uit? Oh. Hij staat goed vol met sausjes. Ja, precies. Gek op sausjes. Maar, kijk, klaar voor vanavond. 1 kilo gehakt voor de spaghetti. Ja. 4 grote eters, dus €80 per week is niet eens een extreem bedrag. Toch zit Nancy aan het eind van de maand nog wel eens krap. Dan komt de oplossing uit onverwachte hoek. Ik betaal geen kostgeld of iets. Maar zodra ze wel geld nodig hebben voor boodschappen, dan ben ik ook de broertje niet. Dan geef ik ook gewoon geld. Dat moet best voor een moeder een dingetje zijn, dat je boodschappen... Ja, voor een vader helemaal, weet je wel. Dus, het is helemaal, het is toch trots. En voor de buitenwereld wil je toch altijd wel een beetje goed overkomen. Wat geef je per maand uit aan kleding? Nu gemiddeld? Nou, misschien €25. Hoe ging dat vroeger, toen je nog wel genoeg cent had? Ja, toen was het even wat meer. Want dan ging je ook gewoon 1 keer in de maand of 2 keer in de maand ging je gewoon lekker shoppen echt, weet je wel. Ja. Dat is gewoon niet meer. Tijd voor helderheid. Financiële expert Jacqueline Zuidweg gaat uitrekenen hoe ze ervoor staan. Helderheid scheelt ongetwijfeld slapeloze nachten. Zijn ze nou meer of minder waard dan die min €10.000? Ik wil heel graag afschriften hebben van jullie rekeningen, ook van al jullie rekeningen die jullie hebben. Zouden jullie die voor mij kunnen opzoeken? Mijn vrouw regelt meestal alle dingen. Het is meestal wel in alle puntjes goed verzorgd. Albert heeft een hoge pet op van zijn vrouw, maar die is echt niet zo lekker op de hoogte als die wel denkt. Een afschrift. Ja. Nou, dit is de papieren van de hypotheek. Oké. Okay. En dit zijn de papieren van de lening, als het goed is. Aangifte inkomstenbelasting, heb je die ook? Moet ik wel even naar mijn vrouw kijken. Nee. En de belastingpapieren? Nancy, zitten die in dat andere lijntje? Ja, ik zit hier al inderdaad eventjes te zoeken voor je. Nou, die belastingpapieren had ik ook een vast plekje gegeven, maar ik weet niet precies waar ik dat nou... Waar lag die ook alweer? Echt blackout, gewoon echt. Ik wist helemaal niks meer. En ik ben gewoon heel druk gaan zoeken en lichtelijke paniek. Heb je nog een dagie? Gelukt. We lijken alles te hebben en we gaan nu naar kantoor om alles uit te zoeken. Hartstikke goed. Succes. Kleine man, grote stapel. Ik pas op de hond. Oh, ik wou net zeggen. Let je op Trace? Ik let op Trace. Oké. Okay. De makelaar. Welkom in het gezellige knussenhuis van Nancy en Albert. Zij wonen hier al een aantal jaren. Hebben dit huis in 2005 gekocht voor €147.500. Maar inclusief een bouwdepootje en een leningje hier en daar hebben ze nu een hypotheek van ruim €190.000. Zo. En ik wil heel graag van jou weten wat het huis nu waard is. Ja, zullen we er samen even doorheen lopen? Ja, laten we in de keuken beginnen. Nette keuken, standaard blokje. Ik zag dat zij het gekocht hebben als voormalige huurwoning. Dus waarschijnlijk zit hij er van toen nog in, zeg maar. Wat vind je van de ruimte van het huis? Lekker ruim. Ze hebben wel een aantal details aangebracht waarvan ik denk, ja, dat is niet helemaal de wens van de gemiddelde koper. Zoals? Dit soort lijstwerk. Hier hebben we wat gipslijsten. We zijn 1 keer naar Disneyland Parijs geweest, een hele tijd geleden.
En daar hadden we dus die toogjes gezien met dat opengewerkte hout. En ik zei, dat vind ik mooi. Iedereen die er binnenkomt, wat mooi. En ja, het heeft mijn man gemaakt. Nou ja, in haar geval zal het zeker een plus zijn. Alleen de gemiddelde koper denkt toch even anders. Op deze eerste verdieping 3 slaapkamers en een badkamer. Zullen we eerst de hoofdslaapkamer doen? Dat is een redelijk specifieke vloer, met roze. Ja, ook weer Jordaanese stijl. Hiernaast een walk-in closet voor het hele gezin. Kijk, hier hebben we de badkamer. Ook geheel in stijl. Jordaanese stijl. Stoomcabine. Even kijken of die deuren... de deur die komt ook meteen naar beneden. Nou, kijk wat je hier ziet, hè. Misschien een oude lekkageplek, maar het heeft in ieder geval gelekt. De afwerking is gewoon niet netjes gedaan. Hè. Dit is dan de vierde slaapkamer. Een gat in het plafond. Oh, er komt nog een beest aan. Kijk nou. Een vlinder. Oké, gat opgevuld met knuffel. Oh, daar heeft waarschijnlijk een inbouwspot gezeten. Oh, in het gat is iets te groot zijn gemaakt. Playboy knuffels ook, maar ze niet zo makkelijk. Oh, met z'n tweeën zaten ze erin. Oh ja, kijk, dan hebben we hier de meterkast. Oh, wel positief. Ik zie dat ze de groepenkast helemaal vernieuwd hebben. 6 groepen, aardlek schakelaars erin. Standaard bij deze woning is dat niet het geval namelijk. Oké. De rest hebben ze alleen nog niet zo erg netjes afgewerkt zoals je ziet. We hebben een plus. Een plus. Je bent eruit? Ik ben eruit. Ja, ik denk als je het in de huidige markt nu te koop zou zetten... dat je rekening moet houden met een opbrengst van ongeveer 125.000 euro. Zo. Maar het is wel zuur als je deze woning in 2005 voor 147.500 gekocht hebt. Ja, klopt. De markt is anders. Een huis is minder waard dan de hoogte van een hypotheek. Dan staat je huis dus onder water. En dat heeft grote gevolgen voor de vraag hoeveel ben je waard. Daar is Jacqueline druk mee geweest. Ze heeft alle papieren doorgespit. En de maandelijkse uitgaven die zien er zo uit. Hypotheek en lening, 1050 euro. Gas, water en licht, 250 euro. Boodschappen doet ze voor 350. Telefoon en internet 185 euro, verzekeringen 475, belastingen 225, de auto 300 euro en kleding 25 eurotjes. Maandelijks gaat er dus 2860 euro uit. En dan de inkomsten. Albert verdient 2200 euro en Nancy zingt gemiddeld zo'n 650 euro bij elkaar. Samen dus goed voor 2850 euro. Dan komen ze dus elke maand net een tientje tekort. Jacqueline heeft een missie. Jullie hebben best wel veel... op je schouders genomen. Ja. Ik zie een lening. En die lening is vrij hoog. Kun je uitleggen waar jullie dat geld voor nodig hadden? Nou, dat is eigenlijk dat die lening die was er toen door die staakerven natuurlijk. Die staakerven, ja. Die is toen, en het was toen... Guldens, 38.000 guldens. Ja, volgens mij wel, ja. Gulden. Alleen voor de staakerven. En toen hebben jullie de staakerven verkocht? Ja, na 9 jaar. Na 9 jaar verkocht. En wat hebben jullie toen voor gekregen? Nou, toen was hij nog, toen was het in de eurotijd, toen was het 6.000 euro geloof ik of zo. 6.000 euro. En die 6.000 euro, die hebben jullie teruggestort naar het krediet? Nee, want we hadden toen heel oude meubels in huis. Daar heb je aan voor het meubilair. Huis, waar opgeknapt hebben. Ja, zodat je dan toch iets voor het geld had. En de lening, die moet je nu nog een tijdje aflossen. Ja, en dat is er echt ingehakt. Want dat is nu 400 euro. En dat komt naast de hypotheek, want de hypotheek, dat is ruim 800 euro, maar goed, met belastingcompensatie, zeg maar, zit dat rond de 600. En dan heb je nog eigenlijk niks. Nee, we mogen dus in principe concluderen dat het geld van de leningen is opgegaan aan spullen. De grootste waarde staat hier volgens mij op de stoep. Ja, de degelijkheid uit Duitsland, hè? Ja, het is een automaat en hij heeft 220.000 kilometer gelopen. 220, ja, dat is wat minder aantrekkelijk, hè? Dus als je bijvoorbeeld zal inrijden zo'n auto, ik denk ergens tussen de 3.500 en 5.000 euro. Kom binnen. En een kristallen kroon. Precies. Nou, mooie hoogte. Ja, daar hebben we er meer van in huis. Gezellig hier. Nee, dit soort stoelen, een hele set bij elkaar, zeg maar 350 euro. De bank, hier ligt Albert dus de hele avond lekker te sippen. Ja, we weten ook waar we ze kopen. Nou, dit soort banken, zo'n hoekbank, is geen goedkope bank om aan te schaffen. Volgens mij was 1900 euro toen. Ik denk op dit moment dat je daar nog blij moet zijn als je ongeveer 400-500 euro krijgt. Ja, cd'tjes en zo, jongens. Ja, wat is deze? Dus dit is wel schattig om te zien. Het Amsterdamse stratenboekje uit 1929. Dus hier worden dus eigenlijk alle straten, hier nog het kapitaal trouwens, Duitse marken. 10.000 Duitse marken, het is allemaal uit de 20 jaren dit. En misschien nog wel jonger ook. Ik begrijp dat mijn hart nu sneller begint te kloppen. Ja, zeker. Maar het is niet de waarde die erop staan, Birren.
Alles bij elkaar 10, 20 euro. Dan hebben we hier nog een urn met daarin een dode hond. Heel bijzonder. Oh ja. En hoe heet dat de hond? Oeshie. Oeshie. Nou, dat is natuurlijk heel persoonlijk dit, hè? Ja. En niet veel waard. Nee, en dus heel snel terugzetten. Ja. Grote vraag is dan wel, wie zit hierin? Jacqueline heeft een kostenpost ontdekt die nog wel wat minder kan. Tijdens het doornemen van jullie gegevens viel me op dat jullie heel veel verzekeringen hebben. Ja. Wat is daar de reden van? Nou, ik wil me eigenlijk gewoon graag voor alles verzekeren. Ja. Zelfs voor mijn hond. Nou, dat is een Nederlander eigen. Wij zijn toch wel een volkje die heel erg op zeker willen spelen. Je moet goed de verzekeringen up-to-date maken. De verzekeringen zijn enorm in prijs gedaald. Daar kun je echt wel je voordeel mee halen. Want heel belangrijk is om de maandelijkse lasten zo laag mogelijk te krijgen. Jacqueline heeft een dubbele uitvaartverzekering in de boeken gevonden. Een van 28 en eentje van 26 euro per maand. Daar kan er dus mooi een van vervallen. Dat scheelt al. En de inkomsten, die kunnen omhoog. De sfeer in het huis is wel een beetje veranderd door. Ik merk gewoon dat mijn ouders anders zijn over elkaar dan vroeger. Nu heb je twee zoons en betalen die ook kostgeld? Nee, dat hebben we eigenlijk... we hebben er überhaupt nooit over gesproken. Niemand die geeft graag geld zomaar weg. Maar ja, het zijn wel mijn ouders. Als je kijkt volgens de normen zoals die daarvoor staan... zou jullie oudste zoon die zou maar liefst 300 euro per maand kunnen bijdragen. Ik denk dat je net dat stukje meer lucht hebt dan wat je nu hebt. Als het niet in de 100 euro's komt. Ah. Hoor eens. De loungehoek. Oh, dit is gezellig zeg. Met geluidsinstallatie. Maar ja, laten we zeggen dat de tuinzet heeft nu nog een waarde van 200 euro. Nou, ja? Schrijf op in je boekje. Ik schrijf hem op. Ze hebben bijna het hele huis doorzocht. En de opbrengst, die valt tot nu toe vies tegen. En dit is toch wel even fantastisch. Een kruiswoordpuzzel voor als je even zit. Maar de beker met beste vertolker van het levenslied RTV Noord-Holland 2006. Onbetaalbaar dit. Ja. Ja. Dat is toch een fantastische prijs. Het is voor jou meteen heel belangrijk om te zien. Je kan zien aan de kleur dat het dus geen zilver is, maar het is metaal. Als die zilver geweest zou zijn, dan zeg ik nou, zo'n beker, dit formaat, 1200 euro. Maar hij is geen zilver. Maar ze is wel toevallig mooi beste vertolker van het levenslied 2006, ja. Ja. Alles bij elkaar is 2235 euro. Dan moet je ook altijd een restwaarde hebben natuurlijk voor potten, pannen, glaswerk. Dan komen we uit op een zeg maar 2750 euro. Dan hebben we nog de auto. Ja, de auto. De auto kunnen nog 4.500 euro erbij doen. Oké. Komen wij in totaal? Dan komen we op 7250 euro. 'S Middags wordt de muziekapparatuur door een specialist getaxeerd op 2100 euro. En dat brengt het totaal van de inboedel op 9350 euro. Daarmee is het laatste stukje informatie binnen. Tijd voor de laatste optelsom. Toen ik jou vanochtend op straat vroeg, wat denk je dat je waard bent? Toen zei jij, nou, ik zit een beetje in een dipje. Ik denk dat ik wel 10.000 euro in de min ben. Als, okay. Als ik alles op en aftrek. Ja, dat is wel serieus. Nou, Jacqueline, schat. Jij hebt het allemaal elke keer opgeteld en afgetrokken. Klopt. We beginnen natuurlijk met de inboedel. Hebben jullie enig idee waar dat op gewaardeerd is? Nou, ik zat echt niet bij. 20.000 euro. Nou, laten we maar kijken wat de totaalwaarde is. Plus 9.350 euro. Ik schrok ontzettend omdat ik zag dat die inboedel zo 9.000 euro waard was. En ik denk, dat is nog niet eens mijn auto. Totaal. Dus daar was ik wel eventjes perplex van. Los van het huis zijn er ook nog overschulden. Ja? Er is natuurlijk een lening. Lening waarvoor jullie spulletjes hebben aangeschaft. Ook een auto. Dat is natuurlijk verbouwd aan dit huis. Ja. Als je dat bij elkaar optelt, is dat min 37.550 euro. Nou ja, dan hebben we natuurlijk nog het huis. Op het huis zit een totaalhypotheek van maar liefst 191.250 euro. Dat is fors. Ja. Hè? Maar dan gaat er nog wel een spaartegoed vanaf van 12.292 euro. En dan moet je natuurlijk vervolgens kijken. Wat is het huis waard? Volgens mij worden de huizen hier, als ze in redelijke staat zijn, zo'n beetje rond de 160 verkocht. Nou, laten we maar eens kijken wat de makelaar heeft geschat. 125.000. 125.000 euro. Kun je nagaan. Dan kom je op een restschuld uit. Min 53.958 euro. Jeetje. Dat viel echt heel erg tegen, vond ik.
Ik had wel verwacht dat we in de min zouden staan, zeg maar, qua waarde. Maar dat het zoveel zou wezen, dat dan weer niet. De teleurstellingen stapelen zich op. Nancy en Albert zetten zich schrap voor de definitieve conclusie. Hoeveel zijn ze waard? Spannend. Ja. Min 82.158. Ja. Je doet gewoon heel erg je best. En dan kan je zingen. En dat vind ik ook heel fijn om te doen. Maar dat is ook het enige dan. Het wordt pas een probleem als je echt moet gaan verkopen. Ja. Ja. Dus het is wel ook een wijze les. Zorg dat je de boel op orde gaat krijgen. Ja. En ik weet dat die jongens alles voor jullie zijn. En het gezinsleven. Maar je verwenst ze bijna te veel. En dat gaat dan een beetje ten koste van jou. Als jullie het plan van Jacqueline volgen, dan... Ja, en volg je hart, blijf lekker zingen. Ja, zeker. Ja. En iedereen naar die Jordaanboot. Dat is het. He? Hartstikke gezellig. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.